Oké, Casper, wat gaan we doen? Wij gaan nu larven overzetten naar die bak, want dat potje is een beetje te klein. We hebben die onlangs gekocht. Uh-huh. En daar worden dan kevers. Maar die gaan eerst nog verpoppen waarschijnlijk, hè? Ah, ja. En wat is dat voor iets dat je daar aan het doen bent? Jawel, dat is grond vanuit het bos. Dan moet je even die bladeren wegdoen, maar zo'n paar kan geen kwaad. En ja, daar eten ze graag. Maar ook vochtig maken, want... Ja, want die moeten ook wel wat dingen. Ja. Is dat zo'n larve? Ja! Oh. Wow, wat een dikke. Die zit van boven. Wow. Die heeft misschien honger. Ja, dat kan wel zijn, ja. Oké, bedek hem maar. En dat is van eikenbeuk, hè? Ja. Een beetje vergaansel, hè? Ja. Bladeren die, en takjes die vergaan zijn. En wat gaan we dit eten geven? Hondenbrokken. Hondenbrokken? Ja. Mm. Die eten dat. Dan worden misschien honden dan. Dat denk ik niet. Zo. Oké, nu de hondenbrokken. We gaan ze in de hoeken leggen. Uh-huh. In een putje. Maar dat putje gaan we niet dichtgrijpen, want dan kunnen we kijken of ze ervan hebben gegeten. Ja. Ik doe het nu met een tang. Ja, misschien pussy. Maar die beesten kunnen hard bijten hoor, geloof me. Zo. En als jullie tips hebben, zeg het dan, hè. Ja. Tips zijn altijd welkom. Zo. Oké. Okay. Deksel. Ah nee, eerst nog nat sproeien. Ja. Maar de sproeier werkt niet meer zo goed, dus we doen het via onze hand. Ja. Dat dat niet rechtstreeks is. Goed gezien. Dat zou wel goed zijn. Ja. Want anders zouden ze kunnen uitdrogen, hè. Ja. We hebben al wel ook gaten geboord. In een deksel. Dat ze een beetje lucht krijgen. Ja. Oké, okay, kijk hoe. Daar hebben we juist hetzelfde gedaan met anderen. Ja. Maar de reden dat we ze niet samen zetten, is dat ze elkaar misschien kunnen opeten. En dat is niet zo goed. Nee. Voilà, misschien tot de volgende video. Dag!